Yo, wat up mensen, mijn naam is Dylan, welkom terug bij een nieuwe Minecraft Factions op mijn kanaal, oftewel Rotjoch. En ik speel dus weer Factions met de boys van de vorige episode, Guillermo, Ultra Hardcore en Enver. Hallo boys. Hallo. En zoals jullie kunnen zien, ook Gilly ben er weer. Gilly, push the talk uit. Ja. Gilly, push the talk uit. Ja. Wat een gast, ouwe. Maar in ieder geval, je ziet hier een geweldig grote TNT cannon. Hij is veranderd. Guillermo heeft hem aangepast. Hopelijk werkt hij dit keer wel, want dan sta je nu wel echt voor lul, Gilly. En als ik jou zou weggaan daar, Enver, we gaan hem aan zitten. We zijn nog steeds bij die base. Ik denk niet dat hij het gaat doen. We gaan kijken. Nee. Ja, toch? Jawel? Nee, man. Jawel. Hij is er boven ontploft. Ja, kijk. Ja, ik zie het. Je hoort hem nog opblazen. Ja, ik zie het. Alleen dit blokte misschien een klein beetje, maar. Okay. Waar explodeerde die dan? Ja, weet ik niet. Volgens mij beneden of iets, of ietsje hoger dan eerst. Misschien moet iemand even daar beneden gaan kijken. Ja, bedoel, misschien moet iemand hier zo gaan kijken, ik weet niet. YOLO! Moet ding doen, man. Deze moeten we. Oké, schiet maar. Dit ding doen. Nee, zo snel. Dit is helemaal goed. Hij is goed. Nee, maar anders gaat hij nou helemaal naar beneden, hè? En hij moet juist naar voren. Oké, Gilly, hier heb je een paar TNT'tjes. Als ik dat kan pakken. Weet je het zeker, Enver? Weet je het 100% zeker? Ja. Weet je het zeker, Abby? Oh, ik ga gewoon hier staan. En dan ga ik gewoon kijken. Terwijl je TNT kan om dat hij naar beneden richt of naar boven? Ja, het is jouw keuze. Ja, jij weet het beter, jij bent hier, Mr. Ik weet alles beter. Ik? Nee, Enver. Oh. Een Brit, dus. Vertel. Oh. Ik denk dat het beter is als we. Zo doen. Ja, want die beest is fucking groot, hè? Doe eens nou. Wacht, staat alles goed? Ja, als het goed. Doe eens nou. Druk maar, ik zat te kijken wanneer de. Auw. Ja, hij schiet recht tegen het ding aan, man. Tegen die muur voor ons. Moet dat niet dan? Dat is goed, tot hij weg is dat wel goed. Ja, deze moeten we naar voren hebben. Oké, ja, dat is goed. Maar ja, er is wel een voorkant opgeknald. Alleen is nu mijn. Oh, maar. Nee, maar. Deze is wel slecht, want nu zit er nu kapot gegaan. Dat was net niet. Ja. Maar dat komt die ontplofte tegen die muur hier vooraan, hè, natuurlijk. Oké. Hij gaat nu hoger. Nu ontploft hij hoger. Oh, heeft iemand de dingen weer, de repeaters? En die brip? Ik heb ze niet. Ik ga even kijken als in die basis, want sommige kijkers willen misschien naar de basis wel even zien. Nou, ze hebben echt fucking huge. Hierboven zit dus de ingang van hun basis. Hier hebben ze een hele sugarcane farm. Hierbinnen hebben ze een hele cactus farm. Ze hebben echt keiveel shit, jongen. Echt, ik zweer. Die gasten zijn echt een goede beest, hoor. Chanting table, dikke chest, nog een chest room beneden. Hier hebben ze een cactus farm, die fucking grote, jongen. Het is goed gefixt allemaal, dus. Willen we proberen eigenlijk in ieder geval de enchanting room willen we meenemen, want dit krijgen we niet weg met het water. Dus we moeten de enchanting room fixen, dat was het toch? Jawel. Wacht even, ik hoor heel wat skeletons. Maar hier is nog kist, dus deze kunnen we misschien nog wel. Ja, want wij hebben zo'n skeleton, hier is een skeleton dingen hebben ze. XP farm. Oh, die kunnen we hebben. En als we hier onze home zetten ofzo. Ik doe dat gewoon hier, set home. Maar heeft iemand. Ze wil het gaan slopen. Heeft iemand dus om te haten. Ik bedoel. Oké, maar ga maar. Kan je dat? Maar heeft iemand nog repeaters dus nu opgepakt of zo? En verder heb jij ze? Nope. We moeten weer nieuwe halen. Wie gaat halen? Ja. Giel, haal jij ze? Ja, is goed. Ik vind het helemaal mooi. Maar nu dat die wall dus voor ons weg is, hoort het gewoon goed te komen. Laten we het hopen, hij komt heel ver. Ik had het getest in mijn single player world. Ja, hij komt heel ver, ik weet. Maar alleen maar, en nu komt hij daar tegen. Helemaal boven komt hij, hè? Hij komt echt tegen het plafond. Ja, totdat hij weg is. Ik weet niet. Ik bedoel, aan de ene kant. Moet hem laten omlaag te vallen juist. Moet hij juist dat hij bij die waar die sugarcane staat, daar moet hij komen. Toch? Of niet? Ik doe gewoon meteen even een paar of zo. Anders hij daar. Hij moet echt proberen om precies hier te knallen, weet je, waar ik nu sta. En voor ziet het. Precies hier moet hij komen. Dat hij gewoon hier ontploft en dan daarna hier ontploft. Ja, dan moeten we hem gewoon de hele tijd. Hij moet wel iets slomer, dat sowieso. Ja. We moeten hem gewoon iets lager schieten een beetje. Joh. Je moet hem misschien even op de tweede stand zetten. Niet op de eerste waar we hem net op hadden. Misschien op de tweede. Ja, weet ik veel. Oké, volgens mij. Ja, dan doen we ze allemaal op de tweede dan. Dat is denk ik beter. Dat is met die repeats, toch? Bedoel je? Ja. Oké, Kio, ben je dan? Oh, je bent er weer. Oké, nice. Ja, ik pak ze even. Oké, ik ga wel even kijken. Ik ga weer beneden staan te kijken waar het allemaal uitkomt. YOLO. Zo is het goed. Loop. Ik heb hier mijn eigen. Oh, jij hebt het al gedaan, deze. Oh, wacht, okay, de deur gaat, be right back. Ik hoor het. Schiet maar gewoon. Hey, Enver, weg daar! Enver! Abu!
wordt aangebeld dat hij precies bij de TNT blijft staan. Dus we moeten wachten tot hij weer terug is. Oké. Echte Abby, hè? Echte drolly, hè? Oh, wacht. De slap. Oh, als we de slap niet hadden, hè? Ik zie net dat de slap niet is. De slap die zorgt ervoor dat het water nog wel bij de andere TNT komt. Anders zou alles weer opblazen. Oude snoepert. Ja. Ja, we wachten nog eventjes op onze grote vriend. Hallo. AB, je staat precies in de weg, AB. Ja, ik ben er weer. Oké, nice. Nou, je moet daar proberen, Giel. Je moet proberen dat te raken naar beneden. Bij die, zeg maar... Laatste. Bij het bruine ook een beetje. Bij die dirt. Als we dat raken, dan kunnen we door naar beneden. Dan kunnen we naar binnen gaan. En dan kunnen we proberen om die kisten... Maar mijn doel is uiteindelijk om dit op te blazen. Die enchanting room. Dus we moeten hier naar binnen knallen helemaal. Die precies hier knallen nog. En dan bam. Hebben we hem. Ja, dan hebben we die kisten ook sowieso wel mee, denk ik. Ja. Maar dan hebben we die kisten tegen de muur aan staan. Oké, voor mij is die al goed om te gaan. Oké, knal maar gewoon. Schiet maar. En voor de slipper. Dan. Kom maar, Abbe! Dan zijn we misschien door de slipper die gaat falen, maar ik hoop het niet. Ja, hij faalt er kapot hard. Ja? Dus ja. We moeten sowieso niet op de tweede. Hij moet niet op de tweede. Hij komt weer tegen het plafond aan. Hij komt tegen het plafond, dus het zit veel te hoog. Maar als hij dan de hele tijd daarin gaat... Het kanon zit veel te hoog. Ik verzet hem wel. Heeft hij nog 10-10? Ja, ik heb nog 11. Ik heb nog maar 11. Doe hem op de derde dan allemaal. Hè? Ja, ik heb al gedaan. Op de derde. Op de derde. Dus meer de levens wanneer... Hij kan al zeg maar... We moeten gewoon... Dit hele kanon moet gewoon omlaag weer, volgens mij, of niet? Nee, hoeft niet echt. Want we kunnen hem ook naar beneden laten schieten. Mag ik even... 10-10? 10-10. Ik geef al mijn TNT gewoon. Ja. 11. Dan moet je er wat van maken. Volgens mij kunnen we maar één keer aanvallen dan, toch? Of niet? Nee, nog twee. Ik koop gewoon straks gewoon wel. Dit is echt de meest gefaalde dingen ooit hoor. Raid, holy. Maar ja, het is wel kut dat je die chest niet kan openen. Ja, dat is zuur. Oké, moet ik het schieten? We zijn gewoon binnen eigenlijk. Op gaan we dan gewoon. Lan? Nah. Dat is een floppy. Hij moet gewoon lager weer. Hij valt gewoon hier tegenaan. Hij valt gewoon op de grond weer. Ja, dat zeg ik weer. Gewoon lager. Door de spijt. Dat gaat echt vet lang duren, man. Deze raid is echt poep gewoon. En we nog maar één kogel hebben we eigenlijk. Helaas, pindakaas. Het is echt van die stomme kut raids. En nu? Ja, ik denk niet echt dat we iets aan hebben als we nog één TNT schieten. Eén keer nog. Zullen we het gewoon weghalen en dan gaan we gewoon een andere keer gewoon? Weet je in ieder geval een beetje hoe het zit nu? Dat vind ik even belangrijk. En dan gaan we zelf nu een keer even iets opzetten ofzo. Of iets belangrijks. Dus dan kunnen we later wel een keer terugkomen nog. Kan je misschien even TNT aan je kijkers vragen of zo? Ja, precies. Dus als je het wilt dat wij gaan reden, TNT mag je altijd door mij doneren. Dat mag altijd. Alright, dan gaan we gewoon even naar mijn eigen home, jongens. Dan gaan we een keer naar onze baas waar ik zit. We hebben echt kapot lang en weggelopen kut, jongen. Maar helaas, niks uitgekomen. Maar alsnog, het was even leuk. Ik weet een beetje hoe reden er nu uitziet ongeveer. Dus dat is belangrijk. En ja, als jullie kunnen mij TP'en, dan accepteer ik jullie wel eventjes. En dan kunnen we dit even gewoon helemaal uitmijnen. En ik weet nu... Accept. Ik weet nu hoe ik een ding moet maken. Dan kunnen we het allemaal, precies. Dan kunnen we het allemaal even uitmijnen. En dan hebben we volgende keer gewoon, ik heb gewoon weer wat bijgeleerd. Laat me daarop houden. Voer het niet goed. En als iemand een raid heeft, mogen ze natuurlijk ook doneren. Precies, als je weet waar een coördinatie zit van een raid, dan kan je het ook gewoon zeggen. Als je je eigen faction wil betrayen, mag het natuurlijk ook, hè. Dat je ons gewoon binnenlaat, dat mag ook. Dat lijkt me ook heel leuk. Oké, wat gaan we doen? Oké, ik ben hier. Oh, je bent al hier ook. Ja, het is best wel een grote cave dit. Dus even... Alleen loopt een beetje dood weer. TP accept. Oké, dan. Ja, dus deze episode wordt dus weer gewoon een mine episode. Het is gewoon niet anders, boys. Jammer, we hadden een raid, maar we hadden gewoon te weinig spullen om mee te nemen. En blijkbaar zitten hier chests op slot, dus die moet je echt laten ontploffen. Dat is wel ietsje minder. Dat kan ik wel. Ja, dat kan ik wel. Anders moeten we vragen aan onze allies of zij misschien een raid hebben ofzo. Ja, precies. Nou, dat doen we wel een andere keer dan. Voor de andere keer. We gaan nu gewoon een beetje onze eigen baas. Want we moeten echt nog alles, nog steeds alles opzetten en shit. Dat hebben we allemaal nog niet. Yep. Dat is wel een ding. Ik ga echt wel even naar mijn airport farm gaan en een beetje verder gaan. Ja, als jij daar gewoon verder gaat, kunnen wij gewoon de stream verder. Selling raid. MS Gaming. Ja, maar dat moet je betalen. Dan krijg je waarschijnlijk nog geen eens een raid. Dus kun je echt makkelijk scammen daarmee. Fuck that. Ik heb een raid. Ja, ik heb een raid voor je. Mijn eigen basis helemaal niks in zit. Pak hem maar hoor, jongens. Help. Ja, ik heb nog geen basis. Ik ga nog even wachten voor een faction basis. Ik ga eerst gewoon sowieso een soort van
klein kampje maken waar niemand ons kan vinden. Gaat de obsidian kapot op TNT op deze server? Weet ik veel. Sorry? Weet ik niet of het ook kapot op deze server. Obsidian? Ja. Ja, ja dat gaat... Ja. Ja, dat gaat sowieso. Oké, okay, noise. Noise, mate. Noise. En je moet vier keer een TNT hit erop hebben. Vier keer, dat is een stuk. Dat heb je gelezen ofzo? Ja, een stuk. Zullen we dan een base maken met obsidian en water eromheen ofzo? Alleen, dat dacht ik dus ook. Alleen, toen kom ik erachter dat je geen obsidian kan kopen. Dus je moet in de shop kan kopen, dus je moet zelf hakken en shit. En dus lijkt me gewoon slim om dan gewoon een cobblestone base te maken met regen balls. Ik denk dat het best rond zijn te maken. Het begin is even zo'n cactus farm, die gasten ook hadden. Of maak gewoon een obsidian farm. Je maakt een nether portal. Je gaat erin, maak je hem kapot, ga je naar home. Plaats je weer een nieuwe naar de portal en dan krijg je het obsidian. Dat kan ook, maar dat zien we dan nog wel. Ik denk dat het beste is eerst te beginnen met een soort van cactus farm, maar eerst een soort basisje vinden, dat is wel handig. Ja, want ik heb dus dat over die farms, ik heb dus net gekeken in de shop. En cactus kan je maar $16 krijgen per 16, hetzelfde met sugarcane. En netherwort is voor mij best wel veel waard. Ik ga even kijken, voor mij is het iets van 300 per 32. Oh, oké. Okay. Dus, ja, weet je, als je zo'n gigantische cactus farm maakt als die andere gasten toen hadden, dat is wat die gasten net hadden, dat was wel super sick. Maar ja, we moeten wel even een soort basis fixen, op een vette plek. Kijk, die netherwart, hoe verkoop je netherwart voor? Ja, netherwart is dus per stack 300. Dan kom je dus, daarom heb ik ook liever netherwart dan sugar, maar netherwart groeit ook best snel, maar... Laat me jouw beest even zien, Giel. Ga eens even naar jouw home, dan kan ik even kijken waar het is. Dan kunnen we daar misschien beginnen met een soort van farm te maken voor de volgende keer en shit. Weet je, dat is wel zo slim. Zal ik anders even foten, of niet? Natuurlijk, ja, foto moet je altijd doen. Ja, misschien... Wel anders even nou. Ja. Ik wil ook even, misschien even nog een foto maken van de cohorts. Nou, maak even, stuur me... Hoe heet het? Hey, Indipenda, die ken ik. Heb jij naar mij? Dat is een kijker. Wat is een beverage? TPA... Ultra hardcore. Ik heb je getpa'd. Oh, kut! Herkansen. Ik moet nog een keer doen. Eerst het begin. Je moet nog een keer accepteren. Oké, is goed. Je komt hier zo dan in de spawner en dan ik was gezien dat je de spawner ziet. Okay. Zombie spawner. Oh, cool. Zombie spawner, ja, ik zie het. En dan gaan we naar beneden. Waarom fix je... Oh, nee, andere kant op. Het kut is, je weet iedereen, als iemand hier komt, dan ziet hij precies waar je zit. Kijk, je moet een smooth stone hebben, glad steen. En dan kun je het gewoon dichtgooien. Daar was ik ook mee bezig. Als je... Heb jij een kracht? Kom. Heb jij een kracht table? Giel? Oh wacht, ik lag, sorry. Ik lag. Waar is je kracht table? En... Mijn kracht table is hier beneden. Oh, jawel. Au. Oh. Ik heb het op bedrock niveau gedaan en dan kom je hier zo. Ik heb het gewoon. Oh, ik zie het. Nice. Kracht table is hier ook wel. Oh. Ja, dan gaan we hier zeg maar een base fixen. Als het gewoon fixt met wat glad steen. Ja. Dat niemand ons snel vindt, weet je wel. Dat als je de muren een beetje afschermt, gladstenen, weet niemand waar je zit. Dan maak je nog geen faction base hier, dan kun je het ook niet zien op de kaart. Toch? Nee, precies. Dat was ik helemaal bezig ook. En dan ga ik hier dus voor de volgende episode, ga ik hier dan wat doen. Dan maak ik er vandaag gewoon een kleine episode van, want het is gewoon een mislukte raid. Het kan allemaal gebeuren, het spijt me jongens. Maar dan weten we in ieder geval waar we nu staan. Dus het komt allemaal weer goed. Mensen, in ieder geval mensen, ik wil je bedanken voor het kijken weer. Dat is een korte episode, dit keer volgens mij 12 minuutjes of zo. Nou, Gili, dankjewel voor het meedoen. en bedankt voor het meedoen. Graag gedaan. Geen probleem. Oké, mensen, dank voor het kijken. Laat een blauw duimpje achter als je hem awesome vond. En ik zie jullie graag in de volgende video. Peace.